Champagne vanochtend in het Philips Stadion, want een trotse Abel Tamata tekende een nieuw contract bij PSV. Ja, het is een mooi moment voor mij. Ik heb eigenlijk al heel mijn leven veel aan voetbal gewerkt en de laatste jaar ook mooie stappen mogen maken. En dit is voor mij een mooi teken dat het goed gaat. En ik ben erg blij überhaupt dat ik dit kan doen en vind het heel mooi. Tamata kwam vorig seizoen tot 6 wedstrijden in de hoofdmacht van PSV. 3 in Europees verband en 3 in de Eredivisie. Die 6 wedstrijden speelde hij als back. En dat terwijl tot een paar jaar geleden Tamata nog fungeerde als een aanvallend ingestelde middenvelder. Ik voel me nu alweer echt verdediger, zeg maar. Maar in het begin was het wel even wennen. Het is allemaal wel snel gegaan. Dat is wel speciaal, maar vooral vind ik het mooi dat ik nu hier ben. En maakt me niet uit, ik ben blij dat ik er ben. Ja. Ja, wat dacht je destijds toen ze tegen je zei van Abel, we gaan van jou een verdediger maken en een goeie ook nog? Ja, toen dacht ik van dat gaat me nooit lukken, zeg maar. Maar ze hebben toch gelijk gekregen. Niet alleen Tamata zelf is blij met de nieuwe verbintenis, ook technisch manager Marcel Brands toont zich zeer content. Gefeliciteerd. Heel veel succes. Enerzijds heeft hij zich fantastisch ontwikkeld. Anderzijds is het een signaal naar onze jeugdopleiding. En daar is hij denk ik een prima voorbeeld van hoe het kan. Gewoon begonnen afgelopen seizoen redelijk anoniem in de belofte. En binnen een half jaar zich richting A-selectie gespeeld. En dat heeft geleid tot een contractverlenging en een definitieve plek in de A-selectie. Ja, op zich wel bijzonder, want hij was tot voor kort een aanvallende middenvelder, is omgeturnd. Het kan snel gaan. Ja, hij heeft het heel erg goed opgepakt. Hij heeft daarvoor ook wat blessure pech gehad. Dit jaar is hij daar gelukkig van verschoond gebleven en heeft hij een hele goede ontwikkeling doorgemaakt. En zeker op het einde van het seizoen al een hele goede indruk, denk ik, ook achtergelaten bij de PSV-fans. Ja, dit is een mooi voorbeeld voor de jongens die nu in de jeugdopleiding zitten, hoe het kan gaan. Ja, precies. Je wil toch zo langzamerhand ook vanuit de jeugd meer spelers in dat eerste elftal zien doorstromen. Nou, dan is dit denk ik voor alle jonge jongens in de opleiding van PSV een heel goed voorbeeld. Dat het dus daadwerkelijk kan en ook redelijk snel kan. Zacharia Labiat is natuurlijk een ander voorbeeld. En we hopen de komende tijd er daar nog meer van te krijgen. Hoe ziet het contract van Abel er precies uit? Zijn contract liep nog een jaar door, maar dat hebben we opengebroken en verlengd. Dus de komende 2 jaar heeft hij daarin de kans om zich verder te ontwikkelen binnen PSV. Donderdag start voor PSV de voorbereiding op het nieuwe seizoen. En als het aan Tamata ligt, wordt het een succesvol jaar. Mijn doel is altijd om beter te worden sowieso. Ik heb ook als doel met het team om kampioen te worden. En zoveel mogelijk minuten te pakken. Ik wil eigenlijk uitgroeien tot basisspeler. Maar daar kom je vanzelf als je jezelf blijft ontwikkelen.